Hallo, ik ben Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond. Gisteren zijn wij met het PO-front langs geweest bij minister Slob in Den Haag. En het was vooral een kennismakingsgesprek en ik moet zeggen, het was een prettig en constructief gesprek. Minister Slob heeft zelf voor de klas gestaan, was leraar, maatschappijleer en geschiedenis, vertelde hij. En dat maakt het gesprek een stuk makkelijker. Velen van ons hebben ook voor de klas gestaan. De heren van PO in Actie, Jan van der Ven en Thijs Rovers waren erbij. De Algemene Vereniging Schoolleiders, de Federatie van Onderwijs en Vakverenigingen, CNV Onderwijs, de PO-raad, dus de Werkgeversclub en dus de Algemene Onderwijsbond. En wij waren er ook namens de FNV, waar we onderdeel van uitmaken. Het was dus, zoals ik zei, vooral een kennismaking, maar ook een uitwisseling van dingen. Minister Slob gaf aan, ik heb 700 miljoen extra voor jullie en ik wil heel graag samen met jullie plannen maken om dat zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen voor het onderwijs. Het tweede was natuurlijk dat wij hebben aangegeven, 700 miljoen, dat is een heel mooi begin. Maar 1,4 miljard is onze eis. Dat hebben we ook hier geformuleerd in ons manifest. Dat hebben we ook overhandigd aan de minister. En ook de ultimatumbrief waarin we aangeven dat wij echt verder actie gaan voeren als er niet meer geld bij komt. De minister liet begrip zien, maar gaf ook aan, dit is mijn begroting waar ik het mee moet doen. Wij hebben ook aangegeven, wij gaan door met actie voeren. Als er niet meer geld bij komt. Want het water staat ons bij het onderwijs aan de lippen. We kregen begrip, we hebben vooral dingen uitgewisseld. En de minister vroeg ons om mee te denken over plannen over die 700 miljoen die er nu al wel beschikbaar is. Daar hebben wij als PO-front op gezegd dat we dat heel graag willen. En voor ons als Algemene Onderwijsbond is het allerbelangrijkste dat het geld merkbaar in de school ter beschikking komt. Dus dat jullie op school daar iets van merken. En daarom willen wij daar ook graag aan meewerken en over meedenken. Het tweede spoor blijft en dat is het actiespoor. Dat hebben we ook de minister medegedeeld. En we hopen, stap 1 is de meet-up op 29 november. We hopen dat velen van jullie daar komen of het gaan volgen. Dan 5 december het debat over onderwijs. We hopen dat de minister dan al wat ruimte geeft of krijgt van andere ministeries. Want daar zal geld ook vandaan moeten komen. En anders, 12 december gaat Nederland en het onderwijs plat. Dat was even voor wat we hebben besproken gisteren. Het was dus, zoals ik zei, een constructief gesprek. En we hopen dat we gauw weer een gesprek hebben met de minister als PO-front om plannen te maken. En daar gaan wij intussen met elkaar ook hard mee bezig.